Welkom in de wondere bovenwereld waarin ik u nieuwe uitvindingen hoop te mogen demonstreren uit het gebied van de paranormale wetenschap. Mijn broer Griet toont u nu al jaren vindingen op het gebied van de normale microelektronica. Het wordt hoog tijd, dacht ik, aandacht te besteden aan de paranormale wetenschap en de microelektronica die daarbij gebruikt worden. Als eerste apparaat waarmee u zelf paranormale verschijnselen kunt waarnemen, toon ik u deze UFO-opwekker. UFO's, vliegende schotels dus, komen steeds vaker voor. Onlangs werden er weer duizenden waargenomen boven Eindhoven, Brussel en Parijs. Door dit apparaat aan te zetten, vertoont het een blauwe gloed. Door nu een half uur met gesloten ogen voor dit apparaat te gaan zitten, het vervolgens weg te zetten en de ogen te openen, dan kunt u zelf UFO's waarnemen. Blauwe schijven, vliegende schotels dus, en tientallen vliegende objecten. En dit alles dankzij de ingebouwde microelektronica. Schotels waarmee u thuis satelliet-tv-beelden kunt ontvangen, heeft mijn broer u al vaak laten zien. De wondere bovenwereld toont u nu een schotel waarmee u kunt communiceren met overledenen. Deze zogenaamde hemelfoon is rechtstreeks op de hemel gericht en door middel van de ingebouwde microelektronica en deze telefoon die rechtstreeks op de schotel is aangesloten, kunt u in contact komen met overledenen. De Japanse firma die deze hemelfoon bij u in de tuin plaatst, levert er een persoonlijke code bij en door nu nummer 23 achter te draaien, kan ik in contact komen met mijn reeds 10 jaar overleden tante Jans. Ja, dag tante Jans, dit is Grut, hoe gaat het met u? Fijn, dank u wel. Dat was mijn overleden tante die mij veel succes wenst met het programma De Wondere Bovenwereld. Sommige paranormale genezers zijn in staat de lichtverschijnselen waar te nemen die hangen rond de lichamen van hun patiënten. Hier op de paranormale fotokinese te Keulen toon ik u een primeurtje, namelijk de aurabril. Met behulp van de in deze bril ingebouwde gevoelige sensoren en microelektronica kan iedereen nu de aura of stralenkrans waarnemen. Dit is een model dat ik waarneem zonder de aurabril. En dit is hetzelfde model dat ik waarneem wanneer ik de aurabril op de neus plaats. De aurabril is nog niet in de handel, maar toch leek het me nuttig de bril alvast te tonen in deze aflevering van Een Wondere Bovenwereld. Steeds meer mensen krijgen thuis last van vreemde verschijnselen. Er wordt geklopt, er wordt getikt, er vliegen voorwerpen door de lucht en aan schaven en er wordt boven gelopen terwijl er boven niemand is. Er is nu een speciale paranormale videocamera in de handel waarmee u deze geestverschijningen kan vastleggen. Wanneer ik deze videocamera richt op deze kamer en het beeld later weer vertoon op een monitor, dan kunt u zien welke geest het is die u 's nachts uit de slaap haalt. De paranormale camera bevat ook een ingebouwde microfoon die soms kan registreren hoe uw huisgeest achter de piano plaatsneemt en een prachtig stuk muziek ten gehoor brengt. Zo registreerde ik onlangs een stuk muziek dat duidelijk moet worden toegeschreven aan de reeds lang overleden Chopin, die door middel van de ingebouwde microelektronica probeert dit stuk muziek aan u en mij door te geven. Dat tijdens spiritistische seances tafels kunnen dansen is een wetenschappelijk bewezen feit, maar dat tafels op een hele bijzondere manier kunnen dansen worden nu getoond door de paranormale heer Vanderbilt uit Muiden. Feitelijk hebben we hier te maken met een grapje, maar het leek me grappig genoeg om u te tonen in de wondere bovenwereld.
Zeer populair zijn momenteel de reïncarnatietherapieën, waarmee u door middel van hypnose of een andere regressietechniek een kijkje kunt nemen in een vorig leven. Hier op de reïncarnatietherapie vakbeurs van Tokio laat ik u een primeurtje zien, namelijk dit reïncarnatiehorloge, waarmee door middel van de ingebouwde elektronica u kunt zien hoe laat het in een vorig leven is. Mijn normale horloge wijst 9:30 aan, terwijl dit reïncarnatiehorloge aangeeft dat het in mijn vorig leven 2:15 is. Dit primeurtje is nog niet in de handel. Mijn broer had het dolgraag in zijn programma willen hebben. Dat is lekker niet gelukt. Ik kan het u als eerste tonen in deze aflevering van Een Wondere Bovenwereld.